Afgelopen vrijdag overleed de Zweedse DJ en producer Avicii. De bejaardier van de Nijmeegse Sint-Stevenskerk besloot dat hij een eerbetoon nodig had. En speelde daarom maandagochtend zijn bekendste nummers. Ja, dat was mijn eigen idee. Ik ben inderdaad stadsbejaardier van Nijmegen en Utrecht. En bejaardiers, mijn collega's, we reageren met muziek op de activiteiten. Wat er gebeurt, niet op alle natuurlijk, maar zoveel mogelijk wat er gebeurt in ons stad, Nijmegen voor mij en Utrecht, in ons land en in de wereld. En vaak is het, zijn er leuke gebeurtenissen, dat is allemaal leuk. Soms is het reageren bij of iets minder leuk, ook op als een muzikus overleed. En ik als muzikus kan een klein tribute geven aan andere muzikus. Met muziek kunnen wij, kan ik met die muzikus verbinden, maar ik kan ook met de luisteraars, met bewoners van de stad verbinden met de muziek. Dan als ze dit beneden horen, dan weten ze, oh ja, daar gaat het over. En het is ook heel leuk om te zien hoe krachtig muziek is.